Voor bijna 15 jaar is Mustafa T., 40 jaar, met Nicole, 35 jaar, getrouwd. 2004 gaan ze uit elkaar en ze scheiden later. Uit het huwelijk zijn drie kinderen voortgekomen, na klikken, Bares en Ali, 10, 11 en 13 jaar oud, die bij hun vader wonen. Er wordt gezegd dat de moeder leidt aan een persoonlijkheidsstoornis, dat is waarom hij de voogdij heeft. Verder wordt gezegd, dat het al tijdens het huwelijk tot mishandelingen was gekomen. Nicole, een opgeleide doktersassistente, trouwt in mei 2008 met een 50-jarige computerwetenschapper genaamd Frank. Dit past niet in de visie van haar ex-man. Hij lag in Berlijn, maar op de twee te wachten en schoot Frank neer. Hij schiet het hele magazijn leeg. Er wordt gezegd: alleen omdat hij geen kogel meer had, kon hij zijn ex-vrouw niet doden. Ze gaat naar het ziekenhuis met een kogel in haar been. Daarna slaat de dader op de vlucht. Maar geeft zichzelf later aan bij de politie. Het onderzoek wijst uit dat Mustafa eerder zowel Nicole als haar adoptieouders heeft bedreigd. Volgens de aanklager wilde de man met zijn executie zijn buitensporen eergevoel bevredigen en zijn onbeperkte eigendomsrecht over de vrouw aantonen. Hiervoor wordt hij op 27 november 2008 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Bedankt voor het bekijken van deze video en het helpen opbouwen van een grote database met verhalen over eervraag. Abonneer je op ons kanaal onderzoek eerst